Althans, heeft u een idee. Zullen we beginnen met Henk Jan Honing. Aap slaat maat is de titel van zijn boek. En het gaat over dieren en muziek. Het gaat natuurlijk over de mens. Of het specifiek is voor de mens dat we gevoel hebben voor muziek. Bijvoorbeeld maat. Hebben apen dat ook? Of andere diersoorten? En wat is er voor nodig om dat te kunnen? Uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dit boek over geschreven. Dit is ook laten we er een hands-on moment van maken. Zoals het in sommige kringen heet. In workshops vooral. Als u thuis een telefoon heeft of een tablet of een laptop, tikt u dan even in YouTube in Snowball en dan Backstreet Boys. Als u het filmpje ziet, denk ik dat u het al een keer gezien heeft. Maar zo niet, het vrolijkt ten eerste uw zondagochtend op. En ten tweede is het functioneel binnen het gesprek zo meteen. Dat beloof ik. Henk Jan Honing, welkom. Mooi voorbeeld. Ja, dankjewel. Welkom. Ja, dat filmpje is heel, heel bekend, hè? Maar dat is misschien toch ter illustratie heel fijn om dat te bekijken. Ja, het is zelfs, ik geloof dat Thijs Goldsmith het wel eens in dit programma heeft laten zien in 2008 of 2009. Ja, dus het is al heel oud. Ja, het blijft een fascinerend filmpje. Ja, hij is de held van het vakgebied. Snowballer. Een kakatoe is dat. Ja, let het geslacht van de kakatoe nou in dit geval. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar, en die heeft op de voorkant van Current Biology, een toptijdschrift van de biologie, gestaan als een soort celebrity. Hij is ook alle talkshows langs geweest bij David Letterman en anderen. En die kan dus op de maat van de Backstreet Boys, zijn favoriete liedje, kan die heen en weer bewegen. En sindsdien is zeg maar de vraag van zijn andere dieren ook muzikaal. Er zijn een heleboel wetenschappers opgedoken, want dit leek dus de grote uitzondering. Hè? Daarvoor was het eigenlijk al uniek menselijk. Deze vogel was het eerste die leek als andere dier dat die het ook kan. En dat heeft dat hele vakgebied op gang gebracht. En ik ben er ook vrolijk mee aan de slag gegaan. Het heeft ook mij overtuigd van, dit is interessant. Want er zijn eigenlijk twee onderzoeken die een beetje parallel, die een beetje door elkaar heen lopen in het boek. Het eerste is meten. Eerst heb je dat bij baby's gedaan en daarna bij apen. Hoe het zit met het ritmegevoel. Hè? En je meet dan of dat ritmegevoel er is door in een ritme één keer iets wat je verwacht. Het is eigenlijk een maatgevoel, hè? In de zin van regelmaat. Kan je horen wat het tempo is, zeg maar. Dus van hoe snel is het? En dat kunnen mensen heel makkelijk en pasgeboren baby's blijken dat ook al in aanleg te hebben. Ja, dus dat hebben we voor we geboren worden. Hebben we die, of tenminste, is dat al actief? Ja, zijn we daar al. En dan is de vraag, hebben dieren dat ook? Want dat is natuurlijk. Dat is dan. En ik was heel voor de vraag of we kunnen zeggen dat dieren een muzikaal gevoel hebben. Ja, en ik was er heel naïef in. Ik dacht van, dat is een hele relatief simpele methode. 5 elektrodes op het hoofd van die baby. Ze slapen een beetje en je laat ze die ritmes horen. Je neemt een andere aap, een rhesusaapje, geeft ze ook die 5 elektrodes en je weet het. Want de rhesusapen en een mens hebben de hersenen. Nou ja, het zijn een diermodel voor de menselijke hersenen. Ja. En ze zijn ook wel zo niet verwant aan de mensen dat we meer met rhesusapen mogen doen dan we met mensen mogen doen. Dus we weten heel veel over Parkinson, over epilepsie, dankzij die rhesusaapjes. Waar allemaal hele, toch wel medische experimenten mee gedaan worden. Maar daarom weten we heel veel van die hersenen. Dus dat was een hele logische manier om te zeggen van, als die hersenen zo lijken op de mensen, dan moet ook dat maatgevoel, als we dat delen met andere apen, in dit geval rhesusapen, als je die methode ook op apen toepast, moet je dat heel snel kunnen weten. Nou, dat beschrijf ik, dat is het eerste hoofdstuk in het boek. Dat heeft me een paar jaar gekost om een neurobioloog te vinden die dit wou doen. Want die vond het in eerste instantie heel bedreigend. Van, hier heb je weer zo'n geesteswetenschapper die een niet-invasieve methode wil gebruiken. Zij zitten er allemaal in. Ja, hè? Ja, dat moet je even uitleggen. Want er worden vaak bij die apensoorten worden invasieve methoden gebruikt. Ja, want met buisjes ga je echt met elektroden de hersenen in die hersenen. Ja. Het heeft prachtige onderzoeken. Daarom kunnen we nu Parkinson ook genezen bij mensen door ook zo'n elektrode in het hoofd te doen. Een beetje stroom erop en je bent je tremor kwijt. Dat hebben we aan de rhesusapen. Dat hebben we aan die rhesusapen te danken. Maar ik vond het gedacht dat non-invasief, dus niet in de hersenen, maar elektroden op het. Ja, en ik dacht van, ik kan niet voor mezelf verantwoorden voor maatgevoel om dat dan zo te doen. Al kon het, ik vond dat niet kunnen. Dus die twijfel heb ik ook opgeschreven. En ik zeg van, het zou heel mooi zijn als dat niet invasief kan. Gewoon en dan kan je ook uiteindelijk bedenken, dan kan je dat ook met apen in het wild. En dan is die methode inzetbaar. En toen bleek dat dat kon. En toen bleek uiteindelijk dat dat kon, ja. Is een bijproduct eigenlijk van dat wat je verzonnen hebt. Dat er terwijl die neurobiologen zeggen van, nee, dat gaat niet. Ja. Dus dat was een bijwerking, zeg maar. Niet mijn bedoeling natuurlijk. Maar met als conclusie, teleurstellend voor mij, van het onderzoek. Ja. Van nee, ze hebben geen maatgevoel. En dat was meteen weer een teleurstelling. Want ik dacht, de hersenen zijn bijna hetzelfde.
dat moeten we delen met die anderen. Dat heeft een lange evolutionaire geschiedenis. Nou ja, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat je ervan uitging dat die meetgegevens iets op zouden leveren. Hè? Als die hersenen zo op elkaar lijken en we zo dichtbij zijn. En je wist precies wat we wilden konden gaan zien en we zagen dat dus niet. En toch heeft de mens dat kennelijk, is er een dwingende evolutionaire reden geweest waarom de mens dat heeft ontwikkeld en die aap niet. Ja, het idee is, en dat beschrijf ik ook in het boek nu, is dat het waarschijnlijk iets gradueels is. Dus dat rhesusaapjes te ver van ons verwijderd zijn, evolutionair gezien. Maar dat chimpansees het in zekere mate hebben, dat beschrijf ik ook in het boek. Er zijn chimpansees die dat voor een beetje kunnen. En dat, dus, dat mensen dat echt heel ver ontwikkeld hebben. En dat het vooral zit in de verbindingen die tussen... Ze hebben wel dezelfde hersenen en dezelfde kernen. Maar wij mensen hebben sterkere verbindingen tussen die motorische cortex en die auditieve cortex. Die aapjes ook hebben, maar niet zo sterk. Dus hun hersenen zijn wel klaar, maar de verbindingen zijn niet zo ontwikkeld. En dat is het verschil tussen aapsoorten. Dat wij heel sterk maatgevoel hebben. Als je een kind voor de televisie zit en er wordt gedanst, die gaan meteen heen en weer. We kunnen haast niet anders. En die aapjes, het zal zijn worstwezen. Die hebben aandacht voor alles wat ze zien en wat ze ruiken en wat ze eten. Maar wat ze horen, kennelijk niet belangrijk voor ze. Ja, dat is natuurlijk intrigerend. Dat vind ik wel interessant. Ook teleurstellend, waarom vinden ze dat allemaal niet zo spannend? Terwijl ik dat allemaal zo belangrijk vind. En dan de vraag natuurlijk of er een evolutionaire noodzaak was om dat te ontwikkelen. Ja. Of dat muzikaal, dat muziek eigenlijk een soort bijproduct is van iets anders wat we ontwikkeld hebben. Een van die theorieën dat er de spraak... Dat muziek eigenlijk een soort bijproduct van de spraakontwikkeling is. Dat we dat dan toevallig ook kunnen omdat we een spraak hebben ontwikkeld. Ja, dat heeft een heel lange traditie. Ja, heel veel dat gaat gespeculeerd en gezegd van muziek is juist de oorsprong. Rousseau en zijn andere. Maar ook mensen die zeggen van muziek is een bijproduct. Wat je net zegt, dat is Steven Pinker is daar een voorbeeld van. Het mooie van dit soort onderzoek is dat je kan kijken van welke theorie meer waarschijnlijker is. En we zijn nu vooral, en dat is het plan voor de komende jaar om te laten zien, precies het tegenovergestelde, dat muzikaliteit misschien wel eens de basis zou kunnen zijn. En dat muziek, dus muzikaliteit de basis, dus de capaciteit voor muziek, dat je melodietjes kan horen, dat je ritmes kan herkennen. Dat daar muziek is uit ontstaan en taal is uit ontstaan. Dus muzikaliteit gaat aan taal en muziek vooraf. Dat is zeg maar helemaal tegen Pinker in. Dus ook maar weer een idee. Ja. Maar met deze techniek kan je dat gaan Maar testen. Zou dat ook niet veronderstellen dan dat er eerder een evolutionaire noodzaak was voor muziek dan voor taal? Wat contra-intuïtief is dan? Zou zeggen dat die taal dat die belangrijker is dan die muziek. Ja, veel taalkundigen leggen dat ook bij regelmaat aan mij uit. En nogal, dat is een hele grote groep mensen. Sterker. En dan hebben ze ook punten, dat is ook waar. Er zitten een heleboel overeenkomsten bij. En dat is ook heel bijzonder. En het is ook uniek menselijk. Met taal is het eigenlijk veel unieker. Ja. Maar bij muziek heb je ook zoiets... Het voorbeeld wat ik soms noem is van Billie Holiday. Is van wat de Little Moonlight kan doen. Of hoe. Zeg maar, dat soort klanken, dat zijn holistische klanken... waarbij we heel makkelijk, ook hele jonge kinderen... aan die continuere contouren en aan die dynamiek kunnen horen wat er bedoeld wordt. Ja. We weten niet expliciet wat het is. Je weet het is opwinding of je weet het is geruststelling. En dat is volgens mij, of ook volgens andere auteurs, veel ouder. En gaat eigenlijk aan taal vooraf. Dat is zeg maar, dat is wat zoals ouders tegen kinderen ik zie hem hier voor me, een kinderwagen praten. Dat is dat rare taaltje. Dat is een heel muzikaal taaltje. Heel melodisch, heel ritmisch. Met van die hele rare van oeh, of do-do-do-do-do. En kinderen vinden dat prachtig. Dus dat geeft aan dat er dus kennelijk er zijn allerlei theorieën over dat het nodig was... omdat kinderen bij mensen te vroeg geboren zijn... en dus een emotionele communicatie tussen de ouder en het kind nodig was. En dit een soort manier was om in contact te blijven. Ja. Maar het zijn toch ook vooral anderen die dat doen, hè? In een kinderwagen kijken en een hoog stemmetje opzetten. En... Ja, maar die kinderen, de waarneming van die kinderen, ze raken er opgewonden van. Worden er blij van, dus ze pikken het wel op. Het is wel heel belangrijk. Blij. De ontvanger, de luisteraar, zeg maar, is muzikaal. Een ander belangrijk aspect in het boek is, dan komen we terug op de kakatoe. Inmiddels heeft iedereen het filmpje bekeken, neem ik aan. Iedereen die daartoe in staat is. Ja. Dat is de theorie dat, dat er een verwantschap... Dieren die... er is een mooie wetenschappelijke term voor. Die moet je even vocaal leervermogen. Precies, vocaal leervermogen. Wij kunnen een aap, of de meeste apen... hebben een vrij beperkt vocaal leervermogen, of helemaal niet. Wij hebben dat wel.
Doet u thuis allemaal maar een kat na, of een hond, of een geit? Dat lukt vrij aardig. Ja, of een minister-president. We kunnen heel veel imiteren. Of een minister-president, ja. Dat kunnen we ook aardig nadoen. En er zijn natuurlijk een aantal andere diersoorten die dat ook kunnen. Ja. En die theorie zegt, die hebben dan een maatgevoel. Ja. De kakatoe heeft een maatgevoel, want hij beweegt mee met zijn muziek. Een prachtige theorie, is al 10 jaar oud. Ja. En die zegt, van alle diersoorten zijn er een stuk of 7, 8... die hebben vocaal leervermogen, die kunnen dat. En die zouden dat moeten hebben. En die kakatoe is daar één voorbeeld van. We zijn op zoek naar andere dieren die dat ook hebben. Dus het lijkt bevestigd. Maar het boek eindigt. Dat is dan weer het drama van de wetenschap. Met Ronan, dat is een Californische zeeleeuw. Ja. Die heeft geen vocaal leervermogen. Tenminste, dat is niet aangetoond. Nou, en die heeft onmiskenbaar maatgevoel. Daar zijn ook filmpjes van. Googelen op internet. Ronan, de headbangende zeeleeuw. Ja, nou, u moet veel doen. Ja, dat is een werkopdracht. En, Ronan de zeeleeuw. Dus sinds 2 jaar. Dus dat betekent weer dat het speelveld open is. We weten niet wat nou maakt dat sommige diersoorten maatgevoel hebben en andere niet. Dus het is, ik vind dat heel leuk. Maar zou de zeeleeuw vocale leervermogen kunnen hebben zonder het instrumentarium om daar blijk van te geven? Ja, daar zitten mensen echt achteraan. Want de mensen die geloven in die theorie, een bepaalde groep onderzoekers, die hebben baat om aan te tonen dat die wel degelijk vocale leervermogen hebben. Dus ze zijn hem woordjes aan het leren. Andere woorden, moet je over het instrumentarium beschikken om een vocale leervermogen te hebben. De kakatoe heeft natuurlijk een zeer specifieke... Ja. Die heeft de uitdrukkingsvaardigheid om, die kan dat talent gebruiken. Ja. Want die heeft wat we denken is daar ook weer dat het bepaalde verbindingen zijn. Dus ook weer bij een kakatoe, maar ook bij een zeeleeuw. Als je zeeleeuwen en bijvoorbeeld walrussen hebben wel vocaal zeelvermogen. Dat lijkt een heel verwante diersoort, maar die zijn heel erg, over 50 miljoen jaar zijn ze pas... Zijn die families al gescheiden? Gescheiden. Ja. En een zeeleeuw, de Californische zeeleeuw, niet... En dan zie je, als je die naar geluiden laat horen, dat die walrus hele sterke verbindingen heeft tussen het motorische gebied waar je je spraak aan spreekt en je spieren en het auditieve systeem waar je geluid hoort en interpreteert. En dat het bij die zeeleeuw niet zo is. Nee. Dus wederom, de hersengebieden zijn er wel, maar de verbindingen zijn niet ontwikkeld bij zeeleeuwen, maar wel bij een walrus. Ja, daar zit iedereen, tenminste daar zitten de neurobiologen nu bovenop, want dat is te spannend om te snappen. En voor mij is het interessant omdat het iets zegt over die, voor hun secundair, maar voor mij primair, van die eigenschap van musicaliteit. En waarom hebben sommige dieren dat? En hebben die dat om dezelfde reden als wij? Ja. Hebben die evenveel plezier en genot van als wij? Zoals Darwin dacht, hè? Die zei van alle dieren kunnen muziek waarnemen en kunnen ervan genieten. Vooral het woord genot gebruikt hij. En dat vind ik zo inspirerend. Van, dat je muziek kan horen is één ding. Maar als je er ook de lol van hebt en dat je er kippenvel van krijgt... of dat je er blij van wordt of als andere dieren dat ook hebben, dat vind ik interessant. Dan komen natuurlijk de vragen of de kakatoe niet alleen in staat is. Hij heeft dat maatgevoel, maar wordt die kakatoe er ook heel erg blij van dat wat hij doet? Of is daar een... En dat is een extra eis tegenwoordig in onze gemeenschap. En wat is dan blijdschap? En hoe meet je dat? Ja. Dat, is, dus, dus, dat zijn nog wat uitdagingen. Ja, behoorlijk wat. Ja. Want het zou veronderstellen dat... ondervindt een vogel genot als hij een andere vogel hoort fluiten op een bepaalde manier? Ja, dat zijn lastige vragen. En wat is dat? Wat behelst dat genot dan? Ja, maar ik vind het de realisatie dat het met genot te maken heeft, vind ik heel mooi. Wat is de evolutionaire nut van genot eigenlijk? Oh, maar daar weten we wel weer. Ja? Dat is wel heel belangrijk. Ja, genot is meestal dat het erg belangrijk voor je is. We weten dat we heel veel genot of dopamine aanmaken als we eten en seks hebben. Dat is dus belangrijk voor ons. Dat het genotsysteem wordt dan geactiveerd. Want dat is belangrijk, daar moeten we voor zorgen. Maar het verrassende is dat muziek dat dus ook heeft. Als je dus muziek luistert en je verheugt je op een bepaalde noot. Je legt je mensen in de scanner. Dan wordt het dopamine systeem ook actief gemaakt. Dus het is een hele curieuze derde aspect van ons mensen. Jammer is dan dat Parkinson dan niet te genezen valt met veel naar muziek luisteren. Er zijn veel mensen mee bezig, ook in onze eigen groep, Fleur Bauer en anderen, om te zien van hoeverre dit ook voordeel in zin van toepassing iets kan opleveren voor mensen met Parkinson. Ja. Gewoon muziek luisteren is meteen in het algemeen. Het moet wel muziek zijn waar je blij van wordt en die je heel goed kent. Hè? Want je dat is moet ook je ergens... veel vreselijke muziek. Ja, je moet je ergens op verheugen. Dus dat betekent dat je die muziek moet kennen en ook een paar keer moet kunnen horen en het nog steeds mooi vinden. Er is niet zoveel muziek die dat heeft. En niet voor... Dus als je dat hebt, dus iemand met Parkinson's en die bepaalde muziek heeft en iedere keer die snik in die stem en weer geëmotioneerd raken, dan kan je dat dopamine systeem beïnvloeden. Ja, dat zijn prachtige ontwikkelingen. Toepassingen, maar die laten zien dat muziek een intieme relatie heeft met onze biologie. En dat is eigenlijk de thesis van, heeft muziek iets met biologie te maken?
Ja, waarschijnlijk wel. Maar hoe precies, dat is voor de komende 10 jaar. Ja, nou, je hebt nog heel veel werk te doen. Ja, dus, ja maar dat vind ik ook leuk. Ja, laten we afspreken dat je te zijner tijd dan weer terugkomt om van je nieuwe bevinding kon te doen. Dankjewel dat je Dankjewel. Aapslaat maat. Henk-Jan Honing schreef dat boek. Ik ga dan